dat dames en heren van de jury, tegenstanders en overige aanwezigen. Ik zal de tweede spreker zijn van de tegenstanders en wij zijn tegen de stelling dat iedere middelbare scholier verplicht een week per jaar vrijwilligerswerk moet doen. De tweede spreker van de voorstanders eindigt haar betoog met praten over de maatschappelijke stage. Inderdaad, dames en heren, de maatschappelijke stage, die hebben we al. Dus waarom zouden we dit idee dan invoeren als er als een goed alternatief is als de maatschappelijke stage? Dan beweert zij dat scholieren zich niet bewust zijn van wat werk nou eigenlijk is. Ik zit in 6 VWO. Ik ken meer dan genoeg mensen die elke week hard werken bij de Albert Heijn, klein loontje verdienen. Die werken daar al jaren en die weten echt wel wat werk is, dames en heren. En voor die mensen die dat niet weten, die zullen dat ook niet leren in 1 week per jaar. Zoals ze al zeiden, 5 minuten per dag. Nou, dames en heren, wat doe je in 5 minuten per dag? Je verschoont 2 lakens, je gaat weer naar huis. Lijkt mij vrij aproductief, lijkt me ook niet dat je daar veel van leert. Dan is het alternatief daarvoor natuurlijk dat je het in een hele week per jaar doet. Maar dan zit je met het probleem dat het absoluut niet in het schoolcurriculum past, wat al overvol zit. We hadden zelf 3 argumenten tegen de stelling. Het gedachteargument, het motivatieargument en het productiviteitsargument. Het gedachteargument. Vrijwilligerswerk, het woord zegt het al, dat is werk dat je vrijwillig doet, niet wat je verplicht doet. Zodra mensen verplicht vrijwilligerswerk moeten doen, dan gaat het ten koste van het idee van vrijwilligerswerk en de morele gedachte erachter. Hier zullen alleen de vrijwilligers dupe van zijn. Deze zullen misschien wel de motivatie kwijtraken om nog dit vrijwilligerswerk te doen, omdat dit aanzien zwaar gedaald is. Dan hadden wij het motivatieargument, dat leerlingen, de gemiddelde middelbare scholier is niet makkelijk ergens voor te motiveren. Zeker niet voor het verscholen van bejaarden of dat soort dingen. Dit zijn dingen die zij liever niet doen. Ze zit liever op de bank, achter hun PlayStation, lekkere spelletjes spelen, voetballen met vrienden. Zij willen niet naar een bejaardenhuis om daar mensen te gaan verscholen, zegt u. Ik wou graag daarop een interruptie maken. En dat was dat u eigenlijk wel gelijk hebt, dat leerlingen en scholieren liever thuis op de bank zitten. Maar juist daarom is het natuurlijk wel verstandig dat ze wel wat gaan doen en daarvan wat leren. Heel fijn dat u het met me eens bent. Tuurlijk is het belangrijk dat ze iets leren over wat ze moeten doen in de samenleving. Maar is dit daar de oplossing voor, dames en heren? Ik dacht het niet. Het is belangrijker dat ze dit vrijwillig willen doen. Als jij met een depressief gezicht daar een beetje je werk staat te doen, er zit niks in je hoofd, je wil zo snel mogelijk weer naar huis, dit werkt niet. Je moet er zelf gemotiveerd voor zijn om het echt te laten werken. Ook oude mensen zitten ook niet te wachten om elke week een nieuw ongemotiveerd gezicht te zien. De enige ongemotiveerd persoon komt binnen, doet even een week zijn werk, gaat weer weg, komt de andere binnen. Nou, dat lijkt me niet ideaal voor zo'n persoon. Dan het productiviteitsargument. Dames en heren, middelbare scholieren zijn gewoon niet zo productief als mensen die een opleiding hadden afgerond en weten wat ze te doen staan. Ik geef een voorbeeld. Je moet een week, 5 dagen moet je een stage doen. Nou, eerst 3 dagen zijn kwijt aan inwerken, alles doorhebben, begrijpen wat je moet doen. Je kan misschien 1 dag werken en 1 dag afbouwen. Dan heb je weinig productiefs gedaan, dames en heren. Dus wij als tegenstanders zien niet hoe dit idee, wie de voordeel heeft bij dit idee. De vrijwilligers, de huidige vrijwilligers, die raken hun morele waardes kwijt. Die zien niet meer wat zo vrijwillig is aan vrijwilligerswerk. De mensen die vrijwilligerswerk ontvangen, die krijgen slechtere zorg, slechtere weet ik veel wat ook. Dus daarom zijn wij tegen de stelling dat iedere middelbare scholier verplicht vrijwilligerswerk is. Thank you.